Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen bewustzijnstaat te brengen. Geef aan dat je van plan bent vrede en genezing te brengen in de situatie in Nieuw-Caledonië. Roep de violette vlam aan vanuit zijn primaire bron om een cirkel van bescherming om je heen te plaatsen tijdens en na de meditatie. Vraag het om alles te transmuteren dat het licht niet dient. Visualiseer een pilaar van roos licht, afkomstig van de galactische centrale zon en dan neerdalend door je lichaam en diep in het centrum van de aarde. Visualiseer dat dit licht door je hart en vervolgens door je handen rechtstreeks naar iedereen stroomt die betrokken is bij de situatie in Nieuw-Caledonië. Iedereen harmoniseert en vrede brengt.
Visualiseer dat het conflict snel en op de best mogelijke manier wordt opgelost en genezen. Laat het rozenlicht dan verder stromen en alle andere conflicten wereldwijd helen. Vraag de aanwezigheid van de Godin, het goddelijke, vrouwelijke, om energieën van vrede en harmonie te richten op alle onopgeloste situaties met betrekking tot de situatie in Nieuw-Caledonië en iedereen die daarbij betrokken is. Visualiseer dat de situatie in Nieuw-Caledonië wordt opgelost, waardoor vrede en harmonie voor alle betrokkenen wordt gebracht.
Laat deze energieën dan verder stromen en alle andere conflicten wereldwijd helen. Laat deze energieën een paar minuten door je hart en vervolgens door je handen naar deze situatie in Nieuw-Caledonië stromen. De Godin wil vrede en vrede zal zijn.